15 december 2014. Een grote drukte voor het gemeentehuis in Raalte. Een heleboel mensen staan te wachten op de komst van de nieuwe burgemeester, burgemeester Dadema. Hij zal zo dadelijk aankomen rijden. Hij is ontvangen aan de gemeentegrens bij de Ganzenpan in de buurt. En als ik naar rechts kijk, zie ik twee politiemotoren met blauwe zwaailampen en een grote auto waarin de nieuwe burgemeester zijn intrede zal doen. Beste mensen, ik heet u allen van harte welkom op deze bijzondere vergadering van de installatie van onze nieuwe burgemeester Martijn Dadema. Dank u wel, voorzitter. Geachte leden van de gemeenteraad van Raalte, geacht college, burgemeester Dadema, beste Martijn, beste Saskia, Jesse en Eli. Ik ken eigenlijk geen beroep dat veelzijdiger en op cruciale momenten belangrijker is dan dat van burgemeester. Harry van der Wild van de Partij van de Arbeid. Zojuist de installatie van Martijn Dadema als nieuwe burgemeester. Wat verwachten jullie als Partij van de Arbeid van hem? Wij verwachten dat de burgemeester is die goed zal zijn als het gaat om bestuurlijke vernieuwing. Dus die open is, transparant, die duidelijk is naar de burgers van Raalte. En ik hoop dat de burgemeester is waar drive vanuit gaat. Dus wij verwachten heel veel van hem. Verwacht heel veel van hem. Er werd ook een beetje op gezin speeld in de toespraken. Een nieuw tijdperk. Ja, dat klopt ook. Kijk, mensen verwachten steeds meer laat ik het anders zeggen. De overheid is anders dan 20 jaar geleden. Het wordt veel meer ondersteund naar wat de inwoners zelf willen. En ik hoop dat deze burgemeester daar een goede aanzet in geeft. Meer luisteren en meer ondersteunen dan hier als bedenken. Voor jullie heeft hij alle vertrouwen? Hij heeft alle vertrouwen, absoluut. Ja. Nou, kijk, na de officiële ondertekening van stukken ben je nu officieel burgemeester van Raalte. Martijn, heel hartelijk welkom ook als officieel burgemeester. Nou, Harry van Kampen en Anke Hoeneveld van de SP. Jullie hebben ook alle toespraken gehoord over de burgemeester. Wat verwachten jullie van hem? Nou, dat hij een speler is in het veld die stuurt zonder voorkeur voor partijen. Dus en het is natuurlijk wel aardig dat juist zijn partij, waar hij vandaan komt, dat hij niet vertegenwoordigd is in de raad. Dus hoe neutraler hadden we het kunnen bedenken? Mevrouw Hoeneveld? Ja, ik verwacht gewoon vernieuwing en een nieuwe, frisse blik op het bestuur. Nieuw tijdperk. Nieuw tijdperk, hard nodig. Helemaal goed. Ik ben er blij mee. U legt in handen van de commissaris van de Koning de provincie Overijssel in gevolg van artikel 65 van de gemeentewet de volgende verklaring af. Ik verklaar dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks onmiddellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouwd zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Uw reactie? Dat verklaar en beloof ik. Gefeliciteerd met de beëdiging en de functie in Raalte. Dank u wel. Met de Lauw, fractievoorzitter van D66. Ja, nieuwe burgemeester, nieuw tijdperk. Nou, het zou maar zo kunnen. Het is een jonge jongen die er zin aan heeft ook. En wil niet zeggen dat het oude niet goed was, om het zo maar te zeggen. Maar een nieuw tijdperk, ja, ik denk het ergens wel. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat deze nieuwe burgemeester behoorlijk grensoverschrijdend kan denken ook. En ook een soort stijl heeft die mij wel aanstaat, ja. Je hebt goed naar hem geluisterd tijdens zijn toespraak.
Oh ja, ik vond hem, zijn maiden speech is dat dan, hè? En, ik vond dat hij het goed deed. Ja. 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 Goede samenwerking met hem, dat verwacht je wel. Ja, en ik denk dat, dat die intentie heeft hij zelf ook uitgesproken. Hè? Dus in het overleg met de fractie, met Peter en mij, van gewoon ter kennismaking. En ook gezegd, nou het zou wel goed zijn om elkaar eens even gewoon informeel wat te vinden. Van hoe, hoe krijg je de sfeer wat verbeterd. Maar hoe krijg je ook, en dat vond ik wel aardig in zijn toespraak. Er komt gewoon een gigantische verandering op de samenleving af. En dat vergt gewoon een hele andere rol en een andere houding. En ik denk dat hij dat wel kan. Egbert en Daas, lokaal alternatief. Een nieuwe burgemeester uit Heino nog wel. Ja, klopt. Dus is leuk. En ik begreep dat hij ook in Heino wil gaan wonen. Dus dat is altijd leuk. Ja, vroeger de burgemeester woonde in Heten, dus nu Heino. Zo is het. Vertrouwen in Martijn Dadema. Ja, zeker. Zeker. Ik zat ook in de vertrouwenscommissie. Mag je niks over zeggen? Mag ik niks over zeggen, maar het is al gememoreerd dat het advies unaniem was. Dus daar zat ik ook bij. Dan mag ik het gewoon bevestigen. Zo is het me net. Nieuw tijdperk, iedereen zei dat een beetje, hij zelf ook een beetje. Klopt, ja, iedere burgemeester vult het ambt in op zijn eigen wijze. En dat maakt het ook boeiend bij, als er weer een nieuwe komt. En u bent voor de openheid? Ik ben voor openheid, ja. Ja, de woorden die hij sprak, die spraken zeer tot mijn verbeelding. En ik hoop ook dat collegeleden daar goed naar geluisterd hebben. Nou, we zullen het komende donderdag, dan is de eerste echte gemeenteraadsvergadering. Zullen we het merken? Ja, hoe die is als voorzitter, dat is natuurlijk altijd weer even wennen. Maar ik heb er alle vertrouwen in. En aanstaande donderdag is nog niet zo'n zware vergadering. Met een heleboel hamerstukken. Dus ik denk dat hij zich daar wel doorheen slaat. Ik denk dat het leven in Raalte, ik las het van het weekend in de krant, niet mooier kunt omschrijven wat jij gedaan hebt. Eén warm bad. Nou, we hebben van allerlei dingen al over het leven in Salland gezegd. Maar dat het één warm bad is, dat is toch wel een heel enthousiast. En ik denk dat we de uitdaging met elkaar moeten aangaan. En jouw carrière tot nu toe als diplomaat, verbinder, we hebben daar heel veel vertrouwen in. En ik wil jou als nieuwe voorzitter van de raad en nieuwe burgemeester graag de voorzittershamer overhandigen. Zodat je nu onze voorzitter bent voor een heel aantal jaren. Wethouder Frank Niens, het college is weer compleet. Ja, we hebben inderdaad vanmiddag onze nieuwe burgemeester geïnstalleerd. Nou, het is wel zo dat de afgelopen week Martijn op de achtergrond al nadrukkelijk al een beetje aan het indraaien was en gesprek aan het voeren was. En officieel zijn we nu weer voltallig. Ja. Nieuw tijdperk, hij zinspeelt er zelf een beetje op en ook de toespraken. Kon je een beetje merken van nou, er gaat wat gebeuren. Ja, dat vind ik wel. Dat merk ik ook wel in de gesprekken die we gehad hebben. Dat hij toch zoiets heeft van, ik wil kijken of ik de wens tot de samenleving, zeg maar, het meer betrekken van mensen, meer horen, of ik daar vorm en inhoud aan kan geven. Dat is ook een oproep vanuit de raad geweest. Van we zoeken iemand die nadrukkelijker nog in dat profiel iets zou kunnen betekenen. Nou, daar heeft hij duidelijk ambities in. En ik ben heel benieuwd en nieuwsgierig hoe we dat met elkaar gaan waarmaken. En daar moet iedereen zijn steentje aan bijdragen tenslotte. Op de kansen die er zijn te verzilveren is constante aandacht, koestering en vernieuwing nodig. De samenleving verandert en de overheid moet mee. De burger moet voorop staan. Het initiatief voor beleid en uitvoering moet veel meer bij de inwoners worden neergelegd. Zoals Wout ook al terecht aanhaalde. Ik noemde al de vitaliteit en veerkracht van de raad van samenleving. Die is enorm. Laten we daar gebruik van maken. Bedankt voor de reactie. Ja, gefeliciteerd. Hè? Verjaardag. Ja, dat kan iedereen doen. Geen zak. Hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel.
Burgemeester Dadema, u heeft de ambtsketen om. Hoe voelt dat? Ja, ik ben heel trots. 2 maanden gewacht na mijn voordracht en dat je hem nou om hebt. Hartstikke leuk en zo prettig om dat met je familie, vrienden en alle inwoners te vieren. Ik ben blij dat het zover is. Ja. Een heleboel mensen die u allemaal gefeliciteerd hebben. Kennismaking, nieuwe kennismaking, maar ook oude bekenden. Ja, de reacties waren overweldigend. Het was op het moment dat ik voorgedragen werd, maar ook de afgelopen dagen weer. En je ziet het op de Twitter-wall. Zoveel mensen die het leuk vinden dat ik burgemeester word. Dat is wat ik in mijn speech zei, hartverwarmend om te zien. Ja, uw roots liggen in Raalte. En ja, er werd een beetje op gezinspeeld. Het echte werk na de carrière in diplomatieke dienst. Het echte werk gaat nu beginnen. Ja, nou ja, in die zin. Hè. Ik was altijd ambtenaar en mocht daar mijn minister adviseren. En nu ben ik de burgemeester en moet ik het zelf gaan doen. Dus in die zin begint het echte werk nu pas, dat klopt. Als we even uw toespraak een beetje goed voor de geest halen, dan zat daar in het begin van een nieuwe periode. Nieuwe kansen voor Raalte, nieuwe uitdagingen. U wilt het waarmaken. Ja, kijk, een nieuwe burgemeester moet duidelijk met een ambitie en een visie komen op wat hij wil gaan bereiken. En de eerste installatiereden is het moment om dat neer te zetten. En het centraal stellen van de burgers, open bestuurscultuur, dat zijn allemaal dingen die volgens mij de gemeente een behoefte aan heeft. De commissaris somde een heleboel zaken op waaraan de burgemeester moet voldoen. Als een verplichting, als een taken. Wat lijkt u de mooiste taak? Nou, het staan tussen de bevolking, zoals zij dat ook noemde, hè, boven de partijen, maar tussen de bevolking. Dat lijkt me het leukst om te doen. Raalte is zo divers, met zoveel kernen. En gewoon maar meemaken wat de mensen meemaken. Dat lijkt me het leukst. We zullen u vaak in Raalte zien. Zeker. In Raalte dorp en alle andere dorpen. Hebt u al een afspraak gemaakt om te leren dorsen? Nee, dat heb ik nog niet gemaakt. Maar ik werd wel al aangesproken door iemand om dat toch snel te gaan doen. Zal ik maar doen, meneer Dadema. Mevrouw, was het voor u een lange discussie om te zeggen, nou, solliciteer toch maar? Nee hoor. Elk jaar zijn we op vakantie geweest in Heino. En we hebben hier familie wonen en vrienden. Dus we hebben niet eens heel lang over na hoeven denken. En binnenkort een keer verhuizen naar Heino? Zeker, van de zomer. De kinderen maken het schooljaar af en dan verhuizen we even deze zomer hier naartoe. En dan snel vriendjes en vriendinnetjes zoeken in Heino? Ja, die zijn er al en we hopen dat het er meer zullen worden inderdaad. Nou, mag ik u heel veel succes toewensen namens RTV Raalte met uw nieuwe carrière. En we zien elkaar ongetwijfeld weer terug. Heel veel succes de komende tijd. Hartstikke bedankt. Mevrouw ook, van harte gefeliciteerd en heel veel succes. Dank u wel. Merci. Bedankt. Dank je wel. Ik hoop u zo snel mogelijk te leren kennen. Ik heb er zin in. Ik ga vanaf nu samen met u hard aan de slag voor een nog mooier avond. Dank u wel.